Steeds meer mensen komen in financiële problemen door het beleid dat gevoerd is. Wat gaat het kabinet doen om deze mensen te helpen en denk je dat dat effectief is? Wat ze gaan doen is geld bijdrukken en dat aan de mensen geven. En dat is precies niet effectief. Wat je dan krijgt is een soort van versnellingsspiraal, want dat geld wordt dan weer minder waard. We hebben nu al inflatie van iets van 14%. En dat wil dus zeggen, geld wordt minder waard. Dus mensen krijgen dan op hun bankrekening misschien even wat bedragen, omdat ze subsidietjes krijgen, dit en dat. Maar feitelijk kan je gewoon elke dag minder kopen. En dat komt... Dat heeft dan een oorzaak, namelijk dat het beleid in de basis fout is. Het hele beleid is fout. We halen elk jaar veel te veel mensen naar Nederland, waardoor er niet genoeg huizen zijn. Dan kan je mensen wel huursubsidie gaan geven, maar die huizen die zijn er gewoon niet. Dus dan gaan die huurprijzen gaan gewoon meestijgen, precies met dezelfde hoeveelheid als waarmee je de subsidie oplegt. En dat snappen de leden van het kartel niet. En de reden dat ze dat niet snappen is omdat zij helemaal in een papieren werkelijkheid zitten waarin zij denken dat alles maakbaar is. Maar ze hebben de samenleving vakkundig gesloopt de afgelopen jaren. Heel vaak zijn die plannen al aangereikt door de oppositie. Of je het nou over de PVV, Forum voor Democratie, SP, andere partijen had, heel vaak werd het naar voren gebracht van er moet nu wat gebeuren. Ook PvdA en GroenLinks, prijsplafond heeft allemaal al veel eerder gespeeld. En dan zie je opeens dat de politiek een beetje teruggaat en ja, maar dat is toch een beetje lastig. Nou, dit jaar dan niet meer. En uitvoeringsorganisaties, dat heel moeilijk om al in, dat in de praktijk vorm te geven. Terwijl als je dat echt wil, kan dat wel. Dat kan nu opeens... Ja, tuurlijk, want dat zie je nu, hè? Dat kan nu in één want dag kan in één omhoog keer... worden en bam, kan, ja, kunnen de besluiten dus gewoon, worden genomen. Het is dus... gewoon puur de onwil is het van dit kabinet om iets voor de burger te doen. Hè? Ze hebben grootste plannen, hè? Klimaat, energie en daar moet het geld heen.